Het is niet elegant naar me toe dat de douanebond in een brief eist dat ik ze binnen 48 uur moet ontvangen. Ik voel me voor het blok gezet. Woorden van minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning vandaag voor aanvang van de ministerraadsvergadering. Tijdens de algemene ledenvergadering gisteren hebben de leden ook hun misnoegen geuit over de gang van zaken. De brief met de punten van ontevredenheid en de eis om binnen 48 uur ontvangen te worden, heeft de bond gelijk na de ALV naar de bewindsman gestuurd. Achaibersing zegt dat het verzoek om ontvangen te worden beter had gekund door de douanebond. Vooral omdat zowel het management van de Belastingdienst als dat van de douane on speaking terms zijn met de bond. En het laatste gesprek is op 7 juli geweest. En ik stel me voor dat als je vindt dat de besprekingen niet goed gaan, dat je me eerst daarvan verwittigt en vraagt om een gesprek. Maar niet mij, laat me zeggen, uitdaagt om binnen 48 uur ontvangen te worden. Laat me dat weten aan procedurele fouten, maar zo hoort het niet. Ik ben bezig, ik ben in gesprek met de voorzitter van de douanebond. En ik wil het gesprek met de douane aangaan, maar niet voordat zij de uitvoer van hout weer oppakken. Want dat is de conditie die ik stel. Ik vind dat dienstweigering en dat ga ik niet accepteren. En dat heb ik de voorzitter duidelijk gemaakt. Dus, nou, ze hebben vandaag, het bestuur heeft vandaag een bespreking daarover. En ik wacht het bericht van de voorzitter af. Ik ben altijd bereid te praten, maar laten we de procedure netjes en goed bewandelen. Dus ik wacht het bericht van de voorzitter van de douanebond af. Minister Achaibersing erkent dat bepaalde zaken die door de douanebond zijn aangehaald in de brief sneller aangepakt kunnen worden. Hij zegt bereid te zijn alle zaken die een oplossing behoeven goed door te praten met de bond. Ook is hij zich ervan bewust dat de douane onderbezet is. Ook is hij zich ervan bewust dat de douane onderbezet is. En zal er ook daaraan worden gewerkt. Ook die gesprekken zijn gaande om een nieuwe richting aan te werven. Dus de vakbond weet dat ook. Maar goed, laat me niet via de pers communiceren met de vakbond. Ik moet niet beschuldigd worden van niet netjes te zijn. Dit soort zaken wil ik bespreken met de vakbond wanneer ik met ze zit. Maar op uw vraag, men is bezig met een nieuwe richting en dat weet het bestuur van de vakbond ook. Ze zijn er ook bij betrokken. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. Hij zegt dat de zaken van de douanebond vandaag zijn geëvalueerd en dat hij bereid is te werken aan oplossingen voor deze groep ambtenaren.